En dus de gelijke stand Ajax moet aan de bak in het laatste half uur om niet al te ver achterop te raken. Bij PSV, bij Twente, bij ADO Den Haag, het zit dicht bij elkaar. En uiteindelijk is het 3-2. Wie anders dan Desiree van Lunteren. Anna Romero. Mooi steekballetje van Romero op Van Lunteren. Van Lunteren en het staat 1-0. Uitstekend gedaan, 24e minuut. Heerlijke steekbal van Anna Romero op Desiree van Lunteren. Ashley Bakker legt dan af op Desiree van Lunteren. En zij zorgt voor de beslissing in deze wedstrijd. In de 73e minuut haar tweede doelpunt van de wedstrijd. Desiree van Lunteren achter de bal. En Van Lunteren met een prachtige vrije trap. Een streep in de verre hoek. En in de 38e minuut is het eerste echte schot op doel ook meteen raak. Twente moet winnen voor zijn allerlaatste kans. En daar een schitterend paas op Van Lunteren. Van Lunteren, ja, die scoort. Wat een doelpunt. Prachtige paas op Desiree van Lunteren. En wat maakt ze het geweldig af. Schitterend gewoon. Van Lunteren heeft drie ploeggenoten voor het doel. PSV heeft er aardig wat terug. Van Lunteren zelf. Ja, wat een schitterend doelpunt. Van Desiree van Lunteren. Van de Most. Voorzet van Lunteren. Van Lunteren, wat een goal! Wat een prachtig doelpunt. Van Lunteren. 1 tegen 1. Van Lunteren weer schieten. En wat een schitterende goal. Desiree van Lunteren met een prachtige treffer. En Ajax aan de leiding. Goeie strakke paas. Op Versteegd. Versteegd voorbij de tegenstander. En daar het doelpunt. Het eerste doelpunt ooit voor de Ajax-vrouwen. Gemaakt door Desiree van Lunteren. De nummer 10.